Ja, de incestpleger, dat is dus mijn vader in dit geval. Ik weet niet of je dat weet, maar die neemt dus altijd de eerstgeborene om te misbruiken. Ik ben Ja. nummer twee, ik ben als nummer twee geboren in het gezin waar ik vandaan kwam. Dus ik heb daar verder geen last van gehad. Behalve natuurlijk toen het aan het licht kwam. En, ja. Een spalletje gaan rollen, ging het mij ook aan. Hè? Ik bedoel, het ging mij niet in de koude kleren zitten, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, de hele affaire die heeft natuurlijk ook die heeft ervoor gezorgd dat ik Joost Knevel dus ook benaderd heb in de tijd. Ik was bezig met de kwestie Demmink, die jou natuurlijk wel bekend. Ja, is heel En triest. Demmink is ook wel heel triest, ja. Ik heb dus, het is mij gelukt om een antiquarisch boek van Demmink, of over Demmink, te kunnen kopen. Dus de Demmink doofpot is dat, hè, van Micha Kat. Nou ja, daar was ik mee bezig. Daar was ik in aan het lezen en ik volgde wat dingen. Op YouTube en op, nou ja, allerlei kanalen. Totdat ik bij Micha Kat terechtkwam, feitelijk, op zijn website. En die was toen net begonnen met, dat was het begin van de coronacrisis. Die was toen net begonnen met dat onderzoek naar ja, wat Joost zoal had meegemaakt. Nou, Ja, dus en ik had hij een wist. Henry die ik onderzocht heb. En wat blijkt nu? Uit allerlei aanwijzingen ook weer die ik in het werk van de Nostradam tegenkwam. Dat Ja. die Henry dus feitelijk William Mountbatten Windsor is. Je had het net over Diana Spencer, die heeft dus een keer tegen haar zonen gezegd, en dan met name aan Harry, tegen Harry, dat ze het heel spijtig en heel triest vond, eigenlijk, dat hij nooit koning zou worden. Want hij is natuurlijk tweede in rang, hè? Dus eerst, Oké. kijk, William is troonopvolger, maar Harry niet, hè? Plus dat Harry dus nog niet zo lang geleden, vorig jaar meen ik, ook een biografie heeft, een autobiografie heeft geschreven. En die had hij genoemd in het Engels spare. En een spare Ja. is dus een reserveonderdeel. Dus Harry voelt zich tweede in rang, maar ook een soort reserveonderdeel voor zijn oudere broer.